ja, dat was een afbeelding van onze premier. Hij is lid van de VVD, de Volkspartij voor Vrijheidsbeperking en Dictatuur. Je kan het ook een andere betekenis geven natuurlijk. Volkspartij voor Volksverzieking en Depressiviteit. Mark Rutte. Ja. Nou ja, ik zal het maar niet over zijn ego hebben, want dan, ja, daar heb je echt een verrekijker voor nodig om de hoogte daarvan te bepalen. Maar goed, dit even terzijde. Welkom iedereen. Het is zaterdag 20 april 2013. En hier is weer eventjes een klein spotje van mij. Ja, ik heb op mijn vorige video een aantal hele aardige reacties gehad, waarvoor hartelijk dank. En het was ook wel verrassend om te lezen van twee mensen, en waarvan eentje mij in het bijzonder aansprak. Hè? En ja, dat is toch ook wel weer leuk. Ja, het is weekend en ja, ik denk ik laat maar gewoon de video lopen en we zien wel wat er van komt. Ik heb daarnet een cd'tje gedownload van iTunes. En dan kun je voor een zacht prijsje toch ook wel heel veel leuke muziek downloaden en branden op cd natuurlijk. En dat heb ik dan ook gedaan. Van Michael Bublé. Zijn nieuwste cd die is pas uitgekomen, een paar dagen geleden. Die heet To Be Loved. To Be Loved. Ja, en nou ja, dat videootje van wat ik gisteren gemaakt heb, dat heb ik ook even bijgesloten op mijn weblog artikel van vanavond. Ik hoop het in ieder geval wel bij de spotjes onder elkaar te plaatsen op dat weblog. Wat ik dus ga schrijven straks nog. Ja. Morgen is het zondag en dan ga ik eventjes naar de boxruimte in Aalsmeer. Waar nog heel veel spullen staan. Naar aanleiding van spullen die zijn overgebleven nog van de, van die brand die hier is geweest ruim 2 jaar geleden, laat ik het zo zeggen. En ja, het is zo dat de oorzaak van die brand is nog steeds niet bekend. En het is in ieder geval buiten mij om, is het allemaal gebeurd. En gelukkig dat ik er nog ben, hè, want dat had ook anders kunnen aflopen, hè. Op die avond dat dat gebeurde. In december 2010 was dat, meen ik. Ja. In ieder geval, ik ben vandaag wel redelijk vrolijk gestemd. En ja, dat komt gewoon door een aantal dingetjes. Ja, gebeurtenissen. En dat doet me goed. Dat je toch uit onverwachte hoek wat leest en hoort. Of liever gezegd wat leest. Op het internet en zo. En soms kan dat een mens wel goed doen. Hè? En zeker in dit geval. Ja. Ik denk nog wel eens terug aan die opnameperiode. Voor de afgelopen opname. En er is toen heel veel gebeurd. Het was echt heel, heel bijzonder. Mijn tweelingziel te ontmoeten. En ik heb daar ook hele leuke herinneringen aan. En ja, nou ja, dat het zo onderbroken is geweest door onwetendheid van de mensen uit de GGZ. Ja, dat is nou eenmaal zo. En
daar kun je toch niets meer aan veranderen. Je kan het verleden niet terugdraaien. Wat ik alleen maar kan en mag hopen is dat mijn tweelingziel en ik ooit in de toekomst een herstart kunnen gaan maken. Dat was toch wel heel bijzonder, hè? We hadden zoveel humor. Ik weet wel dat op een gegeven moment op Spijnenpoort de stoelen in de plantenbakken terechtkwamen. En nou ja, dat ik en die bekende badjasscène, dat ik in mijn badjas over de gangen liep daar. En Floortje in haar ondergoed. Vonden ze niet zo leuk, geloof ik, maar ik zie het nog helemaal voor me, als ik dat eraan terugdenk. Het was wel een leuke vertoning eigenlijk. Kijk, dat zei dat het van die chagrijnen zijn, van die moeilijkdoeners daar. Nou ja, ach, daar komen ze ook nog wel achter, hè. Het zijn nou niet bepaald mijn beste vrienden. Nee, niet echt. Nee. Ja, ik kan wel gaan vertellen wat er eigenlijk is gebeurd ook. Maar ja, om nou eindeloos daarop door te gaan, daar heb ik helemaal geen zin in eigenlijk. En misschien, ja, komt allemaal wel te staan op een geheel nieuwe website. Die ik al geactiveerd heb, tenminste de webruimte is al gereserveerd. Alleen de website is er nog niet, daar heb ik even wat meer tijd voor nodig. Het adres weet ik al wel, dat is www.ggz-ervaringen.nl. En dan kun je dus nu een leuk plaatje zien van de server waarop die website komt te draaien van de firma one.com. En daar staat dus een leuk plaatje op, geloof ik, en leuke animatie. En waar ik in ieder geval mee bezig ben is de website, mijn media website. Met daarop een beperkt aantal video's en vooral een grote hoeveelheid geluidsopnamen die ik in de loop der jaren heb gemaakt. Montages. En ja, het is, die website is nog lang niet af, maar ik heb er al wel alvast een eerste update van geplaatst op www.mediavanboudewijn.nl. En daarin ook aandacht voor diverse spirituele onderwerpen. En ik ga daar binnenkort ook een aantal audio geluidsopnames bijvoegen die ik heb gemaakt. Zowel uit het verleden als van recentelijke datum. Ik heb pas nog een lange opname gemaakt van 2 uur en 10 minuten. Die komt dus ook binnenkort op dat adres te staan, op die website. Dus dat kun je ook gaan verwachten, hè. Ja, ik wil toch nog even terugkomen op een hele leuke spontane suggestie die ik heb gekregen naar aanleiding van mijn laatste video op YouTube. En dat is die video die dus, als het goed is, ook te zien is op de weblog van vandaag. Het andere spotje wat hieronder staat, of ja, dan kun je dus dat spotje bekijken. Daar heb ik dus een aantal hele leuke reacties op gehad, waaronder er eentje in het bijzonder uitspringt. Dat heeft zelfs zijn redenen. En diegene schreef ook, ja, het zou zoveel beter zijn geweest of leuker zijn geweest als je daar komt het eigenlijk op neer, wat die persoon dus bedoelt te zeggen, is, je vertelt erover, maar zou het niet ook pakkender, beter kunnen zijn als je dat ook laat zien, als een filmpje, zeg maar, wat dat is, de beelden erbij, zal ik het zo zeggen. Nou ja, dat lijkt me eigenlijk wel een voor het vervolg, het eventuele vervolg, een goed idee eigenlijk om dat toch eens te gaan doen. En
Ja, dan ook nog van, ja, het lijkt me ook leuk om te zien hoe jij boodschappen doet en zo. En ja, nou ja, wie weet. Het zijn wel leuke bedacht eigenlijk. Heel creatief. Tja. Nou ja. Ik zal verder geen namen noemen, want vind ik helemaal niet nodig eigenlijk. Maar goed, het spreekt me wel aan, in het bijzonder die reactie dus. En ja, het is wel heel grappig. Ik zie dat de tijd tikt door en morgen ga ik dus naar de boxruimte voor de... te kijken welke spullen, en dat zijn er heel wat, ja, veel spullen hebben toch betrekking op het verleden en wat mij betreft kan ook heel veel dingen kunnen gewoon worden weggegooid en met uitzondering dan van mijn cassettebandjes, die als het goed is nog daar allemaal liggen, tenminste voor een belangrijk deel. En ja, daar staat ook eigenlijk een beetje mijn hele leven op, hè? Op die cassettebandjes. En het lijkt me ook een prachtig idee om daar ook een selectie uit te maken. Ik ga ze dan eerst digitaliseren op cd. En dan vervolgens kan ik ze dus als een geluidsbestand importeren in de website. Zodat jullie een... die opnames dus kunnen beluisteren, hè, naar keuze. Want oh, het is ook wel eens leuk om gewoon naar radio te luisteren. Het is eigenlijk gewoon radio op internet. Zou je kunnen zeggen, net als dit televisie is op internet, deze video. Ja, en wat die... het laten zien van die emotie betreft. Ik denk dat dat een hele goede suggestie is. En ja, emotie is natuurlijk, dat hoeft niet alleen maar negatief te zijn, hè, want het kan ook juist, want lachen is bijvoorbeeld ook een emotie, hè, een positieve dan. En ja, ik zou een verdriet bijvoorbeeld ook geen negatieve emotie willen noemen, want dat hoort ook bij het leven. Ja, zo is het eigenlijk wel. En ja, emotie tv, hè? En misschien ook wel emotie radio. En wat het laatste betreft raad ik je ook wel aan om eens naar dat programma te luisteren van 2 uur en 10 minuten. Als het er niet al op staat op die website, dan komt het er binnenkort wel op te staan. Het adres van die website, ik zal het nog een keer herhalen, is www.mediavanboudewijn.nl. En dan Boudewijn met een lange ei, hè, niet met een Griekse ei. www.mediavanboudewijn.nl. En ja, dan vind je vanzelf wel je weg, hè. Het is wel aan te raden, op korte termijn in ieder geval, om daarvoor een alternatieve webbrowser te gebruiken. Want het is namelijk op Internet Explorer niet mogelijk... de videootjes die je daar ziet, beeldvullend te krijgen. Dat is het gewoon verband met de verouderde technieken die er op gebruik, waarvan er gebruik wordt gemaakt op Internet Explorer. Maar bijvoorbeeld op Google Chrome valt het wel heel makkelijk te doen, hè. Oké, dit was het. Ik ga ermee stoppen. Ik vind het altijd wel jammer om weer af te sluiten, hè, want ik ga lekker dromen en fantaseren over een, laat ik maar zeggen, een... heel speciaal iemand, hè. Die ik al heel lang niet heb gezien. Tenminste, wel gezien, maar... ja, niet echt gesproken nog. Maar goed, in ieder geval... ja... het verlangen, hè. Dat is heel sterk. Oké, dit was het. Doeg!